Vandaag maken we vegan chocolademousse. Wie wil dat nou niet? Hallo allemaal, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Lekker Vega. Deze week sta ik in de keuken met Emma, de funky vegan. En vandaag gaan we maken... chocolademousse. Dat hebben we niet zo vaak op de show, lekkere zoete happen. Jij hebt net ook een nieuwe kookboek uitgebracht. Yes. Dus hij staat ook in het kookboek? Ja, zeker. Oké. Voor dit recept, wat hebben we daarvoor nodig? We hebben nodig chocola natuurlijk. Aquafaba, dat is het vocht van kikkererwten. Slagroom, suiker en een beetje citroensap. Dus deze week hebben we een heerlijk simpel recept. We hebben ook niet zo heel veel nodig qua materiaal, denk ik. Een pan. Een kom, een mixer. Een spatel. Ja, en een lepel. En een lepel. Nou, laten we beginnen. Wat gaan we als eerst doen? We gaan de chocolade smelten, au bain-marie. Dus we gaan eerst water in de onderste pan doen. En dat moet koken. En dan doen we de pan met de chocola erboven. En deze pan mag het water niet raken. Dat is belangrijk. Oké, deze is nu klaar. Die gaan we hier zetten, dan kan die een beetje afkoelen. En dan gaan we de aquafaba stijf kloppen. En de aquafaba is, wat is dat? Het vocht van kikkererwten. Dus gewoon je pakt een blik? Ja, en je giet het af. En dat doe je dan voor? Wat wordt dat dan? Dat wordt als een soort eiwitten, kan je dat stijf kloppen. Daar kan je ook van die schuimpjes mee maken. En in dit geval geeft het de lucht in de mousse. Oké, oh, nou. Eerst gaan we de kom en de mixer insmeren met citroensap, want als het niet vetvrij is, dan wordt het niet fijn. Oké, zo is hij goed. Hoe zie je nou dat hij klaar is dan? Als je dit dus omhoog haalt, dan moet het eigenlijk in een soort stijve piek blijven staan, dat het niet inzakt. En zoals je ziet blijft dit ook hangen. Het wordt één grote merengue eigenlijk. Ja, juist. Het is, en als het nog inzakt, dan is het nog niet stijf genoeg. Het moet echt stijf en glimmend zijn. En dan gaan we nu verder met? Met slagroom opkloppen met suiker. Die is helemaal opgeklopt. En dan gaan we de chocolade erdoor mixen. Hey, en wat zo leuk en uniek is aan jouw boek, en aan de Funky Vegan natuurlijk, is dat het is niet alleen bakken. Het gaat om veel meer dan bakken. Muziek. Muziek. Wat voor muziek? Alle soorten muziek komen erin voor eigenlijk, maar mijn favorieten zijn blues en rock. Ja, want in jouw boek staan ook jouw playlists. Ja. Die jij zelf gecureerd hebt. Klopt. En die playlist, er staat zeg maar een statische playlist in het boek. Maar elke maand ongeveer verwijder ik wat nummers en voeg ik weer wat nummers toe. Dat die... Dus je blijft hem ook updaten? Ja, ja. Oké. Okay. Nou, we praten straks nog veel meer over playlists, over muziek, over Funky Vegan. En natuurlijk Baksels en haar vegan journey. Dus wil je dat ook zien, kijk volgende week dan ook naar ons interview met Emma. Of kijk de link hieronder in de omschrijving. Deze is klaar. Yes. Daar gaat de chocolade bij. Oké. Als alles dus gewoon gemengd is, dat het één kleur heeft, dan is hij klaar. En ik neem aan dat jij, als jij kookt, niet in stilte kookt. Nee. Je hebt toch ook een lekker muziekje erbij? Zeker. Wat zou jij nu dan hier aanraden? Stevie Ray Vaughan. Dan gaan we er gewoon bij zetten. Kijk, Pride and Joy? Pride and Joy. Oké, nou, let's go met de aquafaba. Ja. De aquafaba gaan we door het mengsel heen spatelen. En dat moet je vrij snel doen, want anders verliest hij zijn lucht. Daarom doe je dit ook niet met de mixer, zeg maar. Dan ga ik even de glazen pakken. Ja. Hup. Dan kan het erin. En terwijl Emma de mousse aan het afraspen is,
wil ik haar natuurlijk hartstikke bedanken. Hoe noem je dit recept? Spoon away the hurt. Spoon away the hurt. Wil jij ook jouw pijn wegspoenen met een heerlijke chocolademousse? Kijk dan op lekkervega.nl. Daar vind je alle details voor het recept. Vond je het een leuke video? Geef het dan een duimpje omhoog en abonneer je ook op ons kanaal. Volgende week een exclusief interview met Emma, waarin we praten over muziek, vegan lifestyle en bakken. Dankjewel voor het kijken en tot volgende week. Doei!